Vandaag heb ik afgesproken met Ron Horbach, die op zaterdag 10 december zijn 1000ste uitzending van het radioprogramma Speed Shoppen zal presenteren. Ik ga eens even vragen aan hem. Wie is Ron Horbach? Ja, ik ben Ron Horbach. Ik ben sinds 1 september 1979 maak ik programma's hier voor Start Radio en dan de informatieve volkstumelijke muziekprogramma's. En dat doe ik tot op vandaag nog altijd met heel veel liefde en plezier. En wie komen ze eigenlijk bij Start terecht? Via een advertentie of gewoon eens even binnenlopen voor interesse? Of? Ja, ik ben bij Start terechtgekomen door een collega van mij, want hij werkte ook bij het gemeentehuis in Beek. Ik ben daar ambtenaar. En het was Frans der Haag, een bekende naam, die ook aan Start is verbonden. Maar helaas is overleden. En die sprak me op een gegeven moment aan van, Ron, schrijf die een zin? Nou, dat heb ik gedaan. En van het een komt het ander, dat ik genoeg ben, 1000 uitzendingen later, nog altijd bij streek om op Start ben, voor het maken van de programma's Speedshoppen en Slagervitamine. Dus zeg maar, ik ben nu in mijn 19e jaar hier bij de omroep. Binnenkort is de 1000ste uitzending, maar ik heb gelezen dat hij niet in de studio is. Niet in de studio, want daar wil ze natuurlijk ook een bijzonderheid aan geven. We hebben gekozen voor dat te doen op locatie en in het oud patronaat in Beek. Wat ik natuurlijk wil weten, wij hebben ze dan in de uitzending? De Batsenkratzers, Legata's Lederhozenpower, de Limburgse Boeben, Volle Poelen, Ruud Appelhof en een afvaardiging van de Limburgse Boerenblaaskapel uit Genoud. De entry is free, vol is vol. De wil gewoon zeggen, de mosse bier geweest zijn.